Warning, blast off. When we say it's all about the music, we mean Team Azzurro. We mean it. Marcello. Paolo J. Venti d'azzurro. Inserire dati. Venti d'azzurro. Dati. I venti d'azzurro. Dati. Venti d'azzurro. Signori e signori, benvenuti sui venti d'azzurro. Oh yeah. Let's go. Okay.
the craziest Italo DJ that we love. Giobelli, He did it for the love of music. Nearly 250 kilometers per hour. And still having the time to take a photograph of the dashboard. Ja, at 2500 kph. Yeah. Dat zeggen ze altijd, hè? He's crazy, but I love him. Well, welcome everybody to the one and only Eventi d'Azzurro show. But we prepared just in case that maybe Gianpaolo from Paris has found some difficulties on the highway. Just we had the intro by Menno. The incredible presence of Menno here, the Sunday Night Request live show. You remember, of course, all those funny jokes and the good music choice. Also made by Menno, and he's tonight with us. We made a selection yesterday with the winds blowing and hurling around the house. We made the finest of the finest. You have listened to the Italo Brothers, and now we are going to Hani to Datura. And of course, now Paolo's in the capacity to give some remarks as well. Yeah, and to take over in half an hour or something. Fatemi mangiare la pizza. Wait and see. Yeah. Yeah, precies. Divertiti. Eerst de pizza. Yeah. Ja, ik was eerder binnen, dus ik heb jou gehoord. De eerste is al op, inderdaad. Hey, jongens, leuk dat jullie er allemaal zijn. En blijf hangen! Staat er een kerel mooi, hè? De mantra. Waar heb ik nu de Kayatri
of de Swadalupa, weet ik het. Moet je eens kijken, er staan vier namen op van de versies. Daar kan je toch helemaal niks mee. Dus ik heb wat apart. Hare, hani, hani, hare. Hare, hani, hani, hare. Oh, wat een mooie lyrics. Ja, dat zijn de lyrics. Nee, ik denk dat je toch gewoon de mantra Kogyal hebt gedraaid. Ja, de tweede van een kant. Was nou, of je kan als producer natuurlijk denken, dan draaien ze tenminste allemaal. Om uit te proberen. Dat zou ook wel gaaf zijn. Nou, deze kant lag toevallig boven. Maar ik had toch wel gelijk. Dat was toch de Shogail. De Shogail. Je luistert naar de andere kant. Heb je gewoon een logo. Dat is meestal de A-kant. Ja, maar we draaien altijd graag de B-kant. Heb ik gehoord. Dat doen we ook wel vaak. Dan heb je toch de B2. En dat staat hier. B2. B2. Ja joh, ik heb geen bril bij me. Ik kruim alles op de tas. Leeft hij nog wel B2? Dat weet ik echt niet. Nou, oh, nee. Die hebben we net gedraaid. En dat is een Nederlands grapje. Hey, we gaan verder met de muziek. En uiteraard, Gwen, kunnen we geruststellen. Menno blijft uiteraard net zo dat hij kan blijven draaien. Blijft hij draaien, want dat was ook voorbereid. Dat wilden we ook heel erg graag. Daarna moet hij werken. So if you just see, maybe in 40 or 45 minutes time, Menno seeing leaving, it's just because he is going to work. He has a night shift to fulfill, and that's why we are going to enjoy his choice of the music of the Eventidazura archives now, at this very moment. Listening to Ultrabeat with the Feeling Fine is on the turntable right now, and of course giving Gianpaolo some space to eat some pizza. Bene. Thanks to Limoncello. To the Maurizio Pizza King and Digitalizing King. Welcome everybody once again, because you're listening to the Made in Italy show with lots of beautiful music, including Italo Disco in, well, let's say 15 minutes time, more or less. There's a lot of things going to happen, and well, we hope that you will join us up till then, up till the very last. So, yeah, let's move on. Feeling Fine.
jongens, jongens. Wat een geweldige plaats ook. Maar eerlijk gezegd ben ik ook een beetje afgeleid geweest door de foto's van Paolo uit Parijs. The photographs of Paolo showing me from Paris. They are great. In tutti i sensi. Heb ik weer voorgevels van mooie gebouwen gemist? Franse voorgevels zaten er ook weer bij. Oh, hoe is het mogelijk ook? Ja, dan moeten we even kijken waar je naar kijkt. Ja, nou, precies. 20 minuten op streek en we hebben al zoveel gaven voorbij zien komen. Ja. Met de request Cobra, Mr. JV. Thank you for requesting the song. And maybe there's another thing coming up in your brain, in your mind. And do not hesitate to ask for it, because we love to play what you want to hear. We have made already a very, very special selection of songs. Various hits all over the years. But maybe there's another one coming up in your mind. Because for me, replacing Paolo DJ is impossible. Replacing. Standing in for, I don't care. Yeah. But to pick out the records which are special to me as well, because I really do enjoy his hour of the show. And it was great fun digging through all the records at your place. Yeah. And I picked some safe choices like Ultra Beat and, of course, Pups and Scars coming along. We love to hear them. We love to play them. And they are great, but it's also fun to... Just creeping into his skin in this position. In that case, creeping. I'm gonna switch. Yeah. Sound Online is on the turntable. Maybe you've seen it already. Oh, no, you can't see it in a moment. But Sound Online is on the turntable right now. Yeah. So that's why, Menno, just give it a... turn, give it a throw. Paolo. Oeh, ja. Tell us about it. Wat zeg je? Tell us about it. Hey. Bellissimo. Dit is volgens mij, dit is sowieso Fresh FM tijd. In, dat komt meer inspiratie vandaag. Ricordi belli. Ja, did you have some dance music also in the car driving up to Paris and going down again to Holland? Ja. Oké. Ja. Moet ook eigenlijk wel. Ja, met dit tempo wel, ja. Nou ja, dan ga je tenminste een beetje doorrijden. Exacto. Ja, maar je hoort het geluid eigenlijk niet. Dat is wel een beetje jammer. Welk geluid wil je door? Op het moment dat je net boven de 240 komt. Dan van die Corvette. Ja, dan rij je eigenlijk... Dan rij je voor het geluid uit natuurlijk. Ja. Maar kijk eens. Gelukkig hebben we Sound Online, hè? Ja. Creeping. Kijk, zo wil dieren. Stai crepando. Are you going dead?
Música.
Ik vind het... Ja, eigenlijk een beetje jammer. Eigenlijk. Jammer. Dat is zelf dan weer vergald. Ben je niet gewend? Ik mag één keer in plaats van Sinisa draaien. Zonde. En dan ga jij er doorheen. Moet je dus weten dat we Suniva apart hebben gezet. En toen zei ik, welke heb je in je handen? Heb je die met dat witte label en die, dat blauwe euroteken? En toen zei hij van, nee, ik heb deze. Dus, nou, dan zit ik er doorheen te praten. Ja. Psychedelisch als je daar lang naar kijkt. Ja, dat is wel echt een... Eigenlijk is het een smokkelplaatje. Het is een beetje made in Spain. Maar Sergi is in de chat aanwezig. Dus het kan wel. Sergi, hola! Hey. Hola! Wat is de titel van dit ding? Want die ligt toevallig op de andere kant. Psychedelic. Ah. Oké, okay, ja, ik zocht eigenlijk... Paolo gaat hem meteen omdraaien dan. Ik zocht feeling en ja, dat is het ik ook, vond ja. deze. Ja. Hé, hey, maar luister, we gaan de volgende plaat even doen. Want het is leuker voor de luisteraars ook nog even uitleggen... dat Tixiana, die ligt op de draaitafel in virtuele vorm... of we zeggen, dat is in vinyl vorm eigenlijk dan... dat is wel een bijzonder plaatje met eventie-herinneringen. Paolo, kun je even uitleggen dan... Nou, deze plaat hebben we als primeur in Nederland gedraaid. En zoals we alle andere platen. Mag ik nog heel even terugkomen op dat deze plaat Never Love Again heet? Hebben we deze gedaan? Dat zijn we nog. Ik wil feeling. Dat zei ik nog. En jij zegt, ja, dat is hem. Nou, jammer. Daar waren we er vanaf. Dat gaan we volgende keer weer zoeken. Maar goed. Maar goed, dit hebben we gewoon geïntroduceerd aan het Nederlands publiek. En het Nederlands publiek vond het zodanig leuk... dat we op Fresh FM in de playlist konden krijgen. Ja. En dat hebben we mede dankzij de grote hulp van onze Rudo Slappendeel. Ja, Rudo Slappendeel die heeft ook voor gezorgd. Ook wat dat betreft hebben we van tijd tot tijd inderdaad van die herkenningsplaatjes in de... Hij bemoeit zich er toch mee. Ja, hij kan niet aan. Excuse me. Ja, hij duurde zo. Ik ga mooi zijn, maar helaas. Ja. Nou, dit is de originele versie van de plaat. Want daarna is Cascada erbij gekomen. Yes. En die heeft gewoon opnieuw ingezongen. Ja. En ja, Cascada is gewoon Cascade. Maar Cascada is gewoon Duits. En die heeft als meer Duitser fans. Gewoon veel meer succes gehad.
così nell'immenso vuoto che c'è, condannati a dare un senso a nulla perché c'è bisogno di una luce qua giù, giù lasciarmi amore, almeno tu come me.
piekła, imanie, ognisie, dziuliby, moja, czytanie. Snelheid uit Parijs terugkomen. Dat is heel makkelijk om het aan te beantwoorden. Ik wil dit niet voor geen geld missen. Dat dacht ik wel. En het is een Italiaan. Je praat wel over een Italiaan, dus die trapt het gas, want dan hebben we dieper in de auto. Ik vond het geweldig om eens een keertje die we kijken heel diep in een glaasje en we trappen hem heel diep in. Maar om jouw herrie eens een keertje te kunnen presenteren met een twist van wat er voor mij is blijven hangen uit de jaren 90 op die tram zondagavond in Fresa. Nou, heb je... Maar... Dan heb je je Paolo J-momentjes, heb je nou wel kunnen uitbreiden. Ja, precies. Ja, dit was 1 uur een JP-momentje. Ja. En dan is er nog 1 dingetje... Wat gaan we doen als laatste? ...over heb gehouden. De HTM is erbij, hoor. Even in het Nederlands. I'm so sorry. Ik heb de missing link even opgezocht. Oké. We waren nieuw. Grazie. Oh, jongen, en we gaan terug naar de volgende uur gaan we weer naar de Klassiek Italo's. Dat luiden we in met Albert Wan natuurlijk. Ja. Een plaat uit de jaren 2003 ongeveer. Kijk even naar jou. 2003 ongeveer. Dat zou Paolo beter moeten weten, denk ik. Laten we even kijken. Dan kunnen we zo zien. Maar we hebben nog genoeg over voor een ander uur een keertje. Nee, ik ben er... Nou, ik heb er nog 2. De rest is wat jij erbij hebt gezet met allemaal moeilijke verzameldingen. Zie jij een probleem? Als die er weer een keer niet is. Ruk maar weer een stapel uit die kast. Okay, zo doen we Scar dat. Heb je zoveel nummers van. Ja, Italo Brothers kan ik nog wel een paar leuke van verzinnen. Dankjewel. Dankjewel, Menno. Dankjewel. Volgend uur kunnen we doen. Ik ga weer. Ciao! Ciao, Menno! Bye.
Sui 20 d'azzurro. Oh yeah. Let's go.
classic Dynamo. They are very strong as ever. Each and every Monday night, we have this strong power to bring you the finest tunes made in Italy. First, thank you again, Menno, for the dance made in Italy, because Paolo was speeding from Paris into Holland, and he made it, but he was relaxing, eating a pizza, and just enjoying the music as we did. And as you did, thank you for tuning in. Stay with us, because we have 1 hour of the classic Italo disco sound, as this one features, of course, Cleo with Gogo Dynamo, Angela Parisi, one of the girls for the voices of Fun Fun as well, or maybe Magic with Heaven is a Secret, for example. She is a fine lady, she's a great vocalist, and she's doing so much work for other projects in Italy, still going strong, and we love her. She has had her birthday last Saturday, the 9th of March, and that's why we say happy birthday, tanti auguri for Angela, and let's hope that there is something going on also for the near future for new music into the Italo disco style. Well, what's going on for the next hour? We have also another birthday guy, Luca Torchiani. He's from the Eurobeat scene, but he's a writer, a composer also for a lot of Eurobeat tracks. And we just have chosen the Lucia track on the Double Records, and the track was made by Stefano Castagna, and you know the SCP music, and Luca Torchiani himself. So that's for later on. But then again, we have so many big hits coming from the 80s. I hope you will enjoy. We have some requests to fulfill and some ideas that we had from the Facebook. Because if I have had a look inside what was proposed on the Facebook site, well, it's very, very nice to have these ideas and to introduce you in this radio show, Viventi d'Azzurro. Ciao belli, Paolo J. Ciao belli. Michele Morone. Oh, dov'è il Michele? Dov'è il Michele? Non c'è? Ah, sì, c'è. And Morris, Maurizio. And this is Alan Cook, having his birthday also this weekend. It was Sunday night. Tanti yesterday. Auguri! Auguri, hola, ciao! The song was made by Niccolò Paganini and Ferrato, and the guy himself called Alan Cook, on the energy level, the fourth that we have published. Grab the bear.
Wow. Wow. Well, this is about Alan Cook, of course, Tanjaguri, we have said already. But there's another vinyl right now on the turntable under the name of Danny Keith. But it was the time that Mauro Foligno was doing such a hell of a job of vocalist, being a vocalist for so many artist names, that it's very nice to say something about him, because he is a special guest 26th of March next in a presentation of Paolo Peroni. 26th, 28th. Yeah. Which one? Well, I think it was the 26th of March in Italy. Diventare, stare o diventare DJ. No, essere. O diventare DJ. Essere o diventare DJ. 26. Yeah, the 26th of March. He's a special guest, and that's why I think it's so nice to tribute to this man something that's very special, like an honor of knowing this man, having him as a special friend. And of course, well, what can we say? Auguri for all the things that he did for so far as an Italo emperor for the music. Enjoy the Danny Keith.
de gouden oude stem van Mauro Farina. Het is een beetje lastig om uit te duiden. Is dit nou eind 83 of is het begin 84? Dat is een beetje lastig, want het is precies in die decembertijd uitgekomen. Maar voordat het dan in Nederland was via de import, was het al inmiddels januari 1984. Nou, dus we dachten in 83 waarschijnlijk. We denken gewoon dat het opgenomen is in 1983. It has been recorded in 1983. And it was available in 1984. This usual with the songs that were present for the market and ready for the market at the end of the year, let's say November, December. That's no problem, of course. The Danny Keith song, and with the voice of Mauro Farina, he will be the special guest for the special event and the chorus of Essere o Diventare DJ, which just try to look on the internet if there's something that we can just let you listen to, because it's very nice. We did so for Paola Peroni, our DJ friend, and don't forget the Riders. Babies Want to Bang Bang, the Riders. That's, she's responsible for that hit. Also of in the house traffic. Also the house traffic, indeed. Yeah. This is, I think, Rick Rock, one of the songs selected by Menno. Maybe he's listening in the car to the show once again, just before entering his night shift. And let's hope that he will enjoy this one on the BMS label.
We have done some work behind the, well, let's say behind the scene. Of course, we have selected already another requested song, a proposed song. It was a proposal on the Facebook page of Marcello D'Azzurro, it's me. And I have seen that Real Academia is still very popular amongst a lot of fans, and She's Mine is ready to play for you. But wait, because we have found something with the voice also of Paolo Peroni. You no, can non è listen. Di Paola, non è la voce di Paola Peroni. Coming up after me is Paola. No, 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 no. The yeah. girl is speaking Essere o diventare. It's not Paola. Oh, I thought I thought it was really her. I have always believed it was Paola. No, no, no. Ciao, no, no. I'm Paola Peroni. Questa è Paola. Yeah, but I no, think no, 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 no. Ciao, I'm Paola Peroni. Okay, well, let's wait and see. Let's wait. Paolo J, non Paola, ma Paolo J and I, we made a special jingle for this DJ, well, let's say experiment. And it was a radio show inviting young guys or girls to be a DJ on the radio. So you could send in the tape with the mix that you had prepared. And I think... He's enthusiastic. I think it could be nice just to listen to what we have done for the Italian radio, also mentioning, of course, some Dutch radio stations, and you can hear the voice of the girl. Okay, I thought it was Paola Peroni, but listen to the jingle or Essere o diventare DJ. Want to become a DJ, or do you happen to be one? There's a new radio show. Essere o diventare DJ. In Italy, Radio Brescia 7. In the Netherlands, Disco Azzurro! Exact Barendrecht, Real 878 and Radio 078. Send us your 30 minutes mix to talent at intercool.it so you could be one of the upcoming talents chosen by our staff. Essere o diventare DJ Radio Show. Essere o diventare DJ di Paola Peroni. Okay, so far it's enough. So we made, Paolo J and I, we made that introduction for Paolo Peroni, and now I can hear, really, I was in a dream maybe, I was in ecstasy for the voice of Paolo Peroni, but indeed, it's true, it's another girl mentioning Paolo Peroni. Nevertheless, we did it for the Italian radio, and we are very proud to be asked to do so, and of course, now Mauro Farina has been asked to be a special honored guest for that Essere o diventare DJ. So we are in good company for the show. And it's the 26th of March, or next week on a Tuesday, there will be a special course. And it's repeating itself. Mauro Farina is not a special guest, eh? I think he was there for a honor. Was a special guest about an interview that's on it, Radio Studio it. Più. Yes, but that's it. On Essere o diventare DJ, he gave some lessons. He is giving, true. So it's very nice to meet the man himself once again. It's a, well, for us, it's a mysterious capo emperor.
tell me, in Italy, people are used to drink tea or not? No. No, no. No, no. True. No, 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 no. I have here in my hands the magazine called Italy. Tenzij je gewoon niet goed met je gaat, en dan wil je toch even beter naar het toilet kunnen gaan. Het is echt waar. Pay attention to this. In Italy, it was used to be like this, that if you wanted to have some tea, you needed to go to the drugstore, because then it was a sign of it was not going to be very well with your sanity to have a cup of tea. But of course, there are always people liking to be more British. And next to the Spanish steps in Rome, there was an English tea room. And even in German times, in the Second World War, in Mussolini times, it existed, and it's still flourishing as a special tea room for Italian people. It's still brand new because nobody's going inside. It's quite popular at the moment. Okay. So it's like, okay, the Italians always drink caffè or other drinks, liquors. Derivati. The tea is a very special drink to use. But if you like it, just remember the Italia magazine, the newest one. Also including some pages as like Ewout Kiekens is writing for the magazine, and Rick Niemann with his Roman steps on the television. Enjoy the magazine. It's so very nice. Enjoying this one as well. The locomotive breath by the Keg Gang. Thank you, Horst. Yeah. Stay afraid.
Zo klinken die ouwetjes, hè. De oude Martinelli. Suggested by Marcel van der Harst. If I remember also yesterday, he was really present. He was with us. And of course, saying once again, the very nice birthday pictures of his daughter being, I think it was, she was 11 at the moment. She became 11 years old. Harst is always keen on also suggest some beautiful songs. Always present in Facebook. And like with the Show Your Vinyl, showing your vinyl, it's always a very nice thing to see and to follow on the Facebook. If you didn't do it so far already, just do it, because it's a very nice thing to see how much fans enjoy the presentation of the good old Italo classic sound. So just go to my Facebook page, is Marcello D'Azzurro or Marcello D'Azzurro number 2, and then enjoy. And of course, you can find your way always through the internet. Let's move on to this one, because this is a golden oldie as well. I think if you remember the voice of George Aaron, also a guy always present in Facebook, and well, lots of times he is saying goodnight to the lovelies, always saying goodnight to the lovelies, to the friends and fans of his vocal voice. This is the Robin Hood, that's right, with the William King voice by, not this one, by George Aaron. It's a beautiful thing on the Modern Music record label. Not so many songs were published on this label, but this one I think you will like. It's the second one, William King.
such a beautiful song. Great voice, good friend, very nice man. George Aaron, under the name of William King. Er zijn, excuse me in Dutch, er zijn nogal wat Italo-parties eigenlijk die in de aankondiging wel iets behoeven. Natuurlijk heb je Denemarken meegekregen, dat is 30 maart aanstaande. Dat kan je niet ontgaan zijn dat daar veel aandacht voor is. En dat is zo leuk omdat Morten Kimmen zijn nek uitsteekt eigenlijk om de eerste Italo-party echt van de grond te krijgen in Denemarken. Net zoals ik begonnen ben toen op kleine schaal. Toen de tijd was het in Ampion met de Italianen. En dat was ook gewoon een geweldige happening eigenlijk. En ik had ook de foto van Cleo Angela Parisi even gepubliceerd op Facebook. Uit de tijd met dat rode rokje. Om daar nog eventjes van te kunnen genieten toen zij ook in Nederland was. Dat was in 87 trouwens. Er is nog een andere party die me opviel. Want de bold DJ's, de kale jongens zeg maar. En daar is Peter Nederpad ook altijd eentje van. Die samen met Dennis van den Berg dus furoren maakt. En nogal eens een keer gave dingen doet. Als, DJ voor de dark, of soms obscuur, en soms ook hele gave, diepe Italo-disco van de eerste uren, zeg maar. Ik zag er eentje voorbij komen weer voor de jachthaven in Quinshul, 12 april aanstaande. Dus er is er weer eentje op komst, 12 april, de jachthaven in Quinshul. En dan heb je in ieder geval Peter Nederpelt sowieso draaiend op dat Italo-feest. And so, you have heard me saying also there was another party organized, and you know who I'm talking about. It's Morten Kimmen for Denmark, the DK party. And you can see Italo Connection, you can see Martin Blix, and you can see Fleming Dalem, and there are so many others. Sergi Elias is very, very busy on preparing a huge mix, a very interesting thing to Universia. Do. So you can see the girl on stage also. Well, it's going to be very, very nice, and we having a big respect, a great respect for the guy who is organizing it and helped by the one and only Ron Stuisvij, who is nowadays, I think, experienced enough to assist for such a big thing. Let's move on to Cuckoo, the Walking on Music. Maybe you remember the song by the Peter Jacques Band, but this is, something different on the FLIA record label. FLIA stands for Florian Fadinger, FLIA, Flo. And, this was the song made in the studios, especially for the Far East, as I said, on FLIA Records. Shopping for one.
wat moet je er nou van vinden? Ik weet in ieder geval zeker dat deze niet gedraaid wordt op deze manier in een Italo Party. Maar eigenlijk draaien we dit soort dingen nooit. En ik vind dat je zelf je mening moet bepalen of je dit een aardige versie vindt ter afwisseling. Of dat je zegt het is schande dat ze dat gedaan hebben. Ik sluit me liever aan bij de laatste, omdat ik het eigenlijk jammer vind. Omdat ik eigenlijk dan denk van ja, Peter Jacques bent, daar gaat toch niks boven. Goody Music eigenlijk, die periode ook. Hé, we werden terecht nog eventjes door Gwen geattendeerd op een ander feest wat dan daarna nog aan de beurt komt. Op 18 mei in Delft, dat is de Tobbe. En daar kun je naar Serge Bosboom en Harald Zwaardman, want daar is ook een Italo-feest. Dus de Gwen heeft gelijk, die werd ook genoemd. Die heb ik wel ergens een keer voorbij gekomen. Ik weet alleen niet precies waar, of dat ook op Facebook was. Maar ze heeft gelijk, dat is dan in Delft. En dat is ook de moeite waard. Gewoon als je gaaf muziek wil horen in het bijzijn van de genoeg drankjes om je heen, dan kan je uiteraard je hart ophalen in Quinshul. Maar dat is dan de eerste dan die gepasseerd werd op 12 april. En anders ga je de 18 mei ga je naar deze party die genoemd wordt door Gwen. En dat is in de Tobbe in Delft. En daar is Serge Bosboom en Harald Zwaardman dus. Nou, we kijken naar de klok. Het wordt hoog tijd dat we nu even naar die andere jarige gaan van vandaag. Dat was Luca. Toch? Ja, nou, dat is gelogen. Hij was gisteren jarig. Luca Torchiani. He was having his birthday yesterday. He's a writer and a composer for a lot of Eurobeat songs. Sometimes also giving his voice to a project. If you go to the Disco GS, Discogs, you can see what he's doing under which names. And he is, well, really capable of doing beautiful jobs if you like the Eurobeat song. This is a girl named Lucia and The Look of Love was published on the Double Record by Stefano Castagna and his team.
Nederlandse luisteraars, zeg Gwen, dat toegang gratis is in Delft. Dat vind ik leuk. So if you want to have a good time here in Holland, going to Italo Disco Party, well, it's for free if you go to Delft. Dat is wel lekker gratis toppendans, hè? Heerlijk. Ja, ja. Hey, ik had het net over dat Italië magazine. Dat stond ook zo'n mooi stuk. Je kan trouwens even in de voetsporen van Puccini, je kan naar Catania. Er zijn zulke gave artikelen over Trentino, over Piemonte. Er zijn zoveel gave dingen in de magazine. Ja, ik maak er een beetje reclame voor, want het is gewoon dit keer weer een heel vol tijdschrift vol met gave Italiaanse artikelen en gave hints. Er is altijd een artikel bij, zeker over Ewout Kiekens. Die was ook bij het Italië-evenement. Volgens mij is hij daar bijna elk jaar wel aanwezig en loopt hij er rond. Over wat hij beleeft in Rome. En dan gaat het dit keer over de buschauffeurs. Dat was Paolo, dat was een buschauffeur. Die kreeg van een inzittende commentaar van: je bent al een half uur te laat. En toen is hij zo. Hij heeft een pizza gehaald. Hij heeft de bus aan de kant gezet. Hij heeft die pizza gehaald. Toen zei iemand van de bus: je bent al een half uur over tijd. En toen was hij zo boos geworden. Heeft hij zijn bus aan de kant gezet, motor uit. Hij zegt: dan doe ik er nog nu een kwartier bij. Ja. Hey, we gaan hebben naar, we ook een kwartier bij, of niet? Nou ja, wij gaan door. Hey, wordt dit de laatste? Dat zou zomaar kunnen. Er staat ook een artikel in over Rudolf Valentino. En toen dacht ik van, nou, dan doen we even deze Valentino-plaat. Maar ik weet niet of je hem kent eigenlijk. Maar non è mica San Valentino. Nee, hij is uit Zwitserland. Een Italiaan uit Zwitserland, zeg maar. En die heeft Io tu noi, dus ik, jij, wij, heeft hij ingezongen. En het is eigenlijk wel een leuk plaatje. Ik vind het wel een lekker gezellig plaatje. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Oh, je hebt zelf al in Frans. Io tu noi. Okay. Valentino is Valentino the singer name. Ja. So, I hope that you enjoy the last song of the show. And referring to the article allora, in that cosa facciamo? Italian magazine. Ringraziamo tutti. Tutti. Sì, grazie Paolo. Prego, grazie Paolo. Grazie Marcello. Grazie a te. È stata molto, molto difficile questa settimana. Sì, ma Michele Morone, grazie. Maurizio, grazie. Direttore della pizza. Buonanotte a tutti. Buonanotte belli. Enjoy the song by Valentino. And also the article in the Italian magazine. Ciao, ciao, ciao.
floor. Trouwens, vergeet het niet, hè, want we zijn er weer aanstaande donderdag. Vergeet het niet. Are we gonna play house tonight? Come on. This is Hit House on Air. Hey DJ! Met Harold Faartman en Jerry Baker. Radio Stad Den Haag. Every Sunday evening, 8 p.m. Central European time, we spin those old school dance hits, Italo disco and high energy from the 80s. www.radiostopdenhaag.no. Live with your requests. Go to our website, click the box, and mail us your request. Radio Stop Den Haag, every Sunday, live. Boo! Boo! That was the worst thing I ever heard. It was terrible. Horrendous. Well, it wasn't that bad. Oh, yeah? Well, there were parts of it I liked. Yeah, I liked a lot of it. Yeah, it was good. It was great. It's wonderful. Well, bravo. More. More.